Pakhuis De Zwijger. Al meer dan 15 jaar dé plek om elkaar te ontmoeten. Met gemiddeld 600 programma's per jaar geven wij ruimte voor het uitwisselen van ideeën. Zo kunnen we elkaar inspireren, verbinden we verschillende initiatieven en geven we kennis aan elkaar door. Met onze programma's gaan we dagelijks in gesprek over stad en land van morgen. We zoeken naar een inclusieve en rechtvaardige stad. Maar ook naar een stad die groen en klimaatneutraal is. Van creativiteit tot ruimtelijke ontwikkeling. Samen werken we aan een leefbare toekomst voor alles en iedereen. Daarom zijn onze programma's gratis. En dat blijven ze. Maar dit kunnen wij niet zonder jouw bijdrage. Steun ons daarom met een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige donatie. Word vriend van Pakhuis De Zwijger. Je doet een poging iets te maken, zonder zicht op resultaten. Geen eer aan te behalen, je doet je best. Heb je ooit een keer verloren, wat je zomaar had gekregen? Je zit erom verlegen, je doet je best. Maar staat hier alleen, wie ken je nou echt? Op dit veen. Over de jaren sparen wij de ringen. Wij zijn later pas beginnelingen op grotere schaal bepalen. Wij de dingen, wij zijn later late dans beginnen. Nou is het juist het tijdstip, je bent al op het feestje. De tijd is snel verstreken, dus doe je best. Waar het groen is, daar leeft het, miljoenen zijn aanwezig. Kijk goed en zie het meeste, het doet zijn best. We staan niet alleen, wie ben jij nou echt op dit feest? Over de jaren sparen wij de ringen, wij zijn later pas beginnelingen op grotere schaal bepalen. Wij de dingen, wij zijn later late dans beginnen. Over de jaren sparen wij de ringen, wij zijn later pas beginnelingen op grotere schaal bepalen. Wij de dingen, wij zijn later late dans beginnen. Woehoe! Yes, dankjewel. Dat was Sophia Kek van collectief Walde. Dankjewel Sophia, wat een prachtige opening. Goedenavond allemaal, wat ontzettend fijn dat jullie hier zijn. Heel even kort nog over collectief Walde, want jullie zijn natuurlijk nu allemaal nieuwsgierig wat voor moois nog meer gemaakt wordt door deze mensen. Collectief Walde is een groep kunstenaars en denkers die willen leren gidsen in de ecologische crisis. Ze maken theatrale, site-responsive non-fictie in de natuur of de openbare ruimte. Nou, ik word nu echt alleen nog maar nieuwsgieriger, want het klinkt nog steeds best wel mysterieus. Maar gelukkig komen ze vanavond nog een aantal keer terug. Dus jullie gaan meer van ze proeven, meer met ze meelezen en van ze leren. Dus geniet daar vooral heel erg van. Goed, voordat we echt gaan beginnen heb ik een paar praktische dingen. Er worden foto's gemaakt vanavond. Voor Groen Pensioen. Dat wordt gedaan door Laura Ponchel. Laura, kan je heel even je hand... Ja,
Als er iemand in de zaal is die dat liever niet heeft, steek even je hand op. Of tik Laura even aan als ze langsloopt. Dan weet ze dat. Er zit natuurlijk totaal geen verplichting op. Nou, so far so good. Dan het tweede. Naast het feit dat deze fijne mensen hier allemaal samen zijn, is dit ook een programma waarvan we denken, nou, dat moet breder, deze boodschap, deze gesprekken moet breder verspreid worden. En AT5 heeft een samenwerking met Pakhuis de Zwijger, dat ze eens per week een programma uitzenden. En dit programma is dat ook. Het heeft een klein beetje impact op hoe we het programma doen, want AT5 heeft een heel specifiek tijdslot. Dus qua tijdmanagement moet ik er echt strak op gaan zitten. En het betekent ook dat ik halverwege het programma opnieuw even de opening doe voor de kijkers thuis. En ook eerder dan het programma hier is helemaal afgelopen weer afsluit. Klinkt nu misschien als een groter obstakel dan het is. Valt reuze mee. En het mooie is dat nog heel erg veel andere mensen straks de gesprekken van vanavond kunnen zien. Maar dan weten jullie straks wat er gebeurt als ik opeens heel heftig in een camera ga praten in plaats van dat ik jullie aankijk. Goed. Weet ook even, we hebben best wel een vol programma. De interactie die we met de zaal kunnen opzoeken is eigenlijk te beperkt om echt goed recht te doen. Dus in plaats daarvan roepen we jullie allen op om vooral achteraf de sprekers even nog aan te spreken, nog een drankje te doen, daar je vragen te stellen, met elkaar in gesprek te gaan. Jullie krijgen aan het eind van het programma nog een consumptiebonnetje mee. Dus er is echt geen excuus om niet naar de bar te gaan. Je kan zelfs prosecco krijgen. Dus nou, het feestje is nu al begonnen. Zijn hier vragen over? Alles goed? Hebben jullie er zin in? Want dan gaan we nu echt van start. Yes, oké, gelukkig. De zaal komt een beetje los. Daar gaan we. Dus welkom allemaal. Welkom dat jullie hier zijn. Namens GroenPensioen, Fossielvrij Nederland, Eerlijke Geldwijzer en Pakhuis de Zwijger. Het is een bijzonder moment wat vandaag gevierd wordt, besproken wordt. Want ook al is het duidelijk dat het niet echt de goede kant op gaat met onze klimaatcrisis, worden er ook stappen gezet die meer hoop geven. En onder andere op het gebied van pensioenfondsen en hun investeringen. Dus in de afgelopen jaren hebben meerdere Nederlandse pensioenfondsen hun beleggingen uit fossiele industrieën gehaald. En dat gaat echt om miljarden euro's in totaal. Dus dat is mede een resultaat van de campagnes en van de acties om die pensioenfondsen te laten divesteren, zoals dat dan heet, uit fossiel. Dus actie voeren werkt. Dat is eigenlijk al een feest genoeg, dat het effect kan hebben en dus ook heeft. Dus dat vieren we vandaag, dat bespreken we ook vandaag. Hoe gaat dat dan? We vieren vandaag dat er dus zulke goede stappen uit fossiel zijn gezet. Het kroonpunt is dat we ook echt gaan onthullen om hoeveel dat gaat. Ga ik nog niet weggeven, dat komt straks op het eind. Blijf maar op het puntje van je stoel zitten. Straks weten we het met elkaar hoe ver we al zijn in deze reis. Want het is nog geen eindstation, maar het is wel heel fijn om even te voelen wat er wel al is gebeurd en is gelukt. Goed, dus het is deels echt het inhoudelijk gesprek, deels ook een feestje. Het is ook om te bedanken en te danken aan alle mensen die daar en organisaties die daar een rol in hebben gespeeld. Dus komt zo op het scherm, komen er ook echt 4 slides met verschillende organisaties langs die allemaal daar een rol in hebben gespeeld. Zoiets als dit doe je gewoon echt niet alleen. En daarnaast hopen we ook heel erg dat iedereen die straks hier de zaal uitgaat en die het thuis gaat kijken, ook in actie gaat komen. Dus, we vieren, maar we gaan ook voorwaarts. Ik ben Charlie. Charlie Fiedel deed op. Ik ben de moderator, zoals jullie hebben begrepen vanavond. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd wie jullie zijn. En dan niet op heel individueel privéniveau, maar in verhouding tot dat actievoeren en deze beweging die we vandaag gaan bespreken. Dus, als jullie je hand opsteken als je je herkent in het volgende. Ik ben heel erg geïnteresseerd in deze thematiek, maar ik ben nog niet betrokken op een of andere manier. Oké, super. Dus we hebben in ieder geval een aantal mensen die we in actie kunnen gaan brengen. Ik ben heel erg geïnteresseerd en ik onderteken petities voor deze beweging.
Ik kom online in actie. Spreek me uit op social media daarover. Ja, oké, dat zijn er al meer. Ik ben gewoon echt een activist. Ik ga naar demo's. Ik spreek me uit. Ik ga campagne voeren. Wie is er echt gewoon met de poten in de klei? Mooi. Alright. Nou, hebben we een beetje een gevoel met wie we hier de zaal delen. Zoals gezegd, we duiken straks echt dieper in de resultaten. Maar we gaan eerst nog even een stapje terug en naar het begin. Dat doen we in eerste instantie door te luisteren naar twee hele bijzondere sprekers. Die hebben beide een speech voorbereid die ze met jullie gaan delen. Hun kijk, hun perspectief op deze thema's. De eerste spreker die dat gaat doen, die is Engelstalig. Dus switch ik ook even naar het Engels. Ik hoop dat dat voor niemand in de zaal problemen gaat opleveren. So I'll switch to English to introduce our speaker. Yeah, you were in a Dutch chaos just now. But Patience Nabukalu, you're from Uganda, you're an activist, and you're here to share your perspective on climate activism, climate action, and divestments from the perspective, the context of the Global South. So we're very, very happy that you're here to share your story. Please give her a very warm welcome. Sorry, I thought I would speak last. So it has taken me an hour. Good evening, everyone. My name is Patience Nabukalu. I'm a climate and environmental rights activist from Uganda. Where I come from, the climate crisis isn't something that will happen in the future, but it's already happening now. Our leaders continue to prioritize profit and the extraction of fossil fuels over lives of the people through climate bombs like the East African Crude Oil Pipeline, which will be the longest heated oil pipeline in the whole world, stretching 1,443 kilometers from the northern part of Uganda to the Indian Ocean in Tanzania. Despite the project not being fully funded, over 100,000 people have already been displaced with little or no compensation, leading to severe human rights violations. In 2022, Dutch investors pledged 2.1 billion euros to fund the pipeline, with pension funds like Aegon and BPL. However, due to unrelenting pressure from civil societies, three Dutch funders have pulled back. Internationally, over 24 funders have also withdrawn their support from the East African Crude Oil Pipeline. This shows us that our efforts are making a difference. We can and must keep going. We need to hold companies that are profiting from such destructions accountable. We see injustice in how decisions for projects like the East African Crude Oil Pipeline are being made in the West. We see that the companies benefiting are Western companies. We see that the people who are contributing the least to carbon emissions are the ones that suffer the most from the impacts of climate change. We see that the protesting in countries like ours is a great risk. Activists are beaten, jailed, and even killed. We see those who get to talk about the climate crisis and its solutions are still predominant from the West. This feels hypocritical. We see injustice in the way that that the West has extracted resources and destroyed lives and livelihoods from the first day of colonialism, and this continues today. We must stand together, demand accountability, and push for a future where the well-being of the people
and our planet is prioritized over profit. Thank you very much. Great, thank you. Thank you so much, Patience, for your stories, your experiences. I'm going to switch back to Dutch. I hope someone will keep translating in your ear. Goed, we gaan nu naar de volgende spreker, die ook een perspectief gaat delen, kijkend naar activisme en nou ja, eigenlijk de hele campagne en de beweging rondom het fossiel vrijmaken van pensioenfondsen. En dat is de initiatiefnemer van de ABP Fossielvrij Campagne. Hij is ook onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de RVT van Fossielvrij Nederland. Ik geef heel graag het woord aan Vatan Huzeyer. Zal ik het maar zo doen? En een beetje water. Alright. Ja, dank aan de organisatie dat, voor de uitnodiging om vanavond te komen spreken. Ja, 9 jaar geleden stond ik ook in deze zaal, maar dan als ABP Fossielvrij activist. We overhandigden toen ABP een petitie, ondertekend door 10.000 mensen, waarin we ze vroegen om te divesteren. Dat deden ze na 8 jaar vechten, maar ze deden het. En hun divesteringsbesluit staat toch te boek als een van de grootste divesteringsbesluiten ooit. 10 miljard euro is inmiddels aan investeringen verkocht. Maar hoe doe je dat? Miljarden uit de fossiele industrie halen. Ik ben gevraagd om daar iets van 10 minuten... of precies 10 minuten aan te wijden. Aan de achterkant dus van het soort activisme wat leidde tot ABP's divestment. Ik pel het laag voor laag af en dat begint met onze overtuiging dat de klimaatcrisis een culturele uitdaging is. Wiskundigen, fysici, chemici, economen, advocaten. Zij werken aan oplossingen die gegrond zijn in, ik zou zeggen, harde en semi-harde feiten. In objectiviteiten. Maar wij, divestment campaigners, wij handelen in de zachte kant. In subjectiviteiten. Je zou kunnen zeggen dat we sociaal-culturele engineers zijn. Die met behulp van acties en campagnes proberen opvattingen over de klimaatcrisis te beïnvloeden. Wij denken dat daardoor een betekenisvolle klimaatactie eerst denkbaar wordt, dan kansrijk en vervolgens onafwendbaar. Dat beïnvloeden is wel altijd in lijn met de wetenschap en gebeurt met het oog op het behartigen van, ik wil het er altijd bij zeggen, het algemene collectieve lange termijn belang. En ja, wij verschillen dus als culturele engineers, sociaal-culturele engineers, heel erg van, ik zou zeggen, klimaatontkenners of de bedrijfslobby van VNO-NCW. Ja, die doen hun werk vooral in lijn met eigen wensen in plaats van feiten en behartigen een subset aan private belangen. En daarmee proberen ze vooral op de korte en middellange termijn te scoren, om het maar zo te zeggen. Maar goed, wij dus observeren dat de klimaatcrisis zich voltrekt te midden van een cultureel landschap. Want ideeën over de oorzaak van en oplossingen voor klimaatverandering, ja, die bereiken mensen niet in een of ander cultureel vacuüm, maar juist via gedeelde normen en waarden. Vervolgens zien wij het klimaatontwrichtend bedrijfsmodel van de fossiele energieindustrie als het obstakel in de weg van een leefbare toekomst. En meer specifiek zou ik willen zeggen, hun ongehinderde werk om dat bedrijfsmodel te verkopen aan media, politiek, universiteiten, te verkopen aan de samenleving. En dat is een probleem, want zolang de fossiele industrie een grote rol van betekenis heeft in de samenleving, vertroebelt het het denken over de klimaatcrisis. Echte oplossingen voor het energiesysteem worden pas goed denkbaar, vinden wij, als we de samenleving onttrekken van de invloedssfeer van de fossiele industrie. En daarom zien wij het strippen van dit soort geprivilegeerde toegang
tot allerlei dimensies van het sociale leven als een belangrijke stap in het tegengaan van klimaatverandering. En om dat te doen, ondermijnen wij het maatschappelijk draagvlak voor de industrie. En daarmee raken we de kern van ons werk. In onze analyse zijn bedrijven als Shell namelijk alleen machtig zolang er maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Voor een bedrijfsmodel is. Wij zien macht dus als iets conditioneels, als voorwaardelijk aan culturele steun. En dat is heel anders dan een opvatting van macht waarbij die wordt verondersteld, nou eenmaal besloten te liggen bij de top. Daar geloven wij niet in. Macht berust niet in de top. Effecten van beslissingen al daar sijpelen niet naar beneden en naar buiten, naar de samenleving toe. Wij draaien het om. Macht wordt toebedeeld aan de top vanaf de samenleving. En wel alleen voor zolang de samenleving dat toestaat. In activisme-jargon wordt dan gezegd dat wij niet uitgaan van een traditional view on power, waarbij je macht conceptualiseert als een piramide die zijn stabiliteit ontleent aan zijn eigen kracht, maar van een social view on power. Van macht als een omgekeerde piramide, die alleen stabiel is zolang die kan leunen op wat pillars of support worden genoemd. De geprivilegeerde toegang tot allerlei sociale dimensies die ik net noemde. De politiek, kapitaal, media, talent, verzekeraars, etc. En om in de architectonische metafoor te blijven, als je dan een monster zou kunnen nemen van zo'n steunpilaar, dan zien wij dat die voor een belangrijk deel gemaakt is van een cultureel goedje. Dat maatschappelijk draagvlak, of in je activisme jargon, de social license to operate. Ons doel is om dit bestanddeel te veranderen met acties, met campagnes, zodat de steunpilaren falen. En bij ABP deden we dat bijvoorbeeld door te wijzen op het risico van stranded assets. Nou, jullie kennen dat waarschijnlijk, dat het verkeerd is ook om te profiteren van klimaatontwrichting. En dat blijven praten met Shell geen zin heeft zonder exitstrategie. En zo creëren wij de juiste culturele conditie om de steunende werking van ABP's investeringskapitaal voor Shell's bedrijfsmodel te laten falen. En dus ja, ABP besloot om miljarden uit fossiel te halen, 17 miljard. En mondiaal is meer dan 40 biljoen dollar gedivesteerd. En dat getal noem ik al een tijdje, omdat het simpelweg niet meer wordt geüpdate volgens mij. Maar het gaat ons dus vooral, het gaat ons niet om die cijfers. Ja, natuurlijk ook wel, maar het. Als divestment campaigners gaat het slechts ogenschijnlijk over die cijfers. Het gaat ons namelijk vooral over de culturele impact van divestment. Een dissociatie heeft plaatsgevonden tussen maatschappij en Shell. Dat is waar de winst zit. En als ABP's plek zou worden ingenomen door minder klimaatgeoriënteerde investeerders, wat een raar argument is, omdat aandelen die worden continu verhandeld in de beurs, op de beurs. Maar goed, als dat zou gebeuren één op één, dan dragen zulke, laten we maar zeggen, grijze investeerders, grijze aandeelhouders, alleen maar bij aan de totstandkoming van een paria-status voor Shell. Shell valt verder en verder weg uit de gratie. Je wilt er niet mee geassocieerd worden. Shell wordt radioactief en het resultaat is de transitie versnelt. ABP's bedrijf leidde ermee toe dat Shell verhuisde naar het Verenigd Koninkrijk. Het mocht zich niet meer Royal Dutch Shell noemen. Het werd een gewoon bedrijf. Een droom voor het klimaat, een nachtmerrie voor Shell. Dit is onze theory of change in werking. En die voltrekt zich langzaam, langzaam, langzaam en dan snel. En die versnelling is goed zichtbaar. Shell staat in meerdere jaarverslagen stil bij het risico van verlies van hun social license. Een aantal jaar geleden zei Ben van Beurden, toen CEO van Shell, dat maatschappelijke acceptatie the biggest challenge for Shell was. Hij zei ook, I do think trust has been eroded to the point that it is becoming a serious issue for our long-term future. 2 weken geleden zei de secretaris-generaal van de VN, I urge media and tech companies to stop taking fossil fuel clients. Dit is in het kort hoe groepen als reclame fossielvrij, fossielfree culture, fossielfree voetbal werken. En iedereen kan zo'n fossielvrij groep beginnen. Het gaat erom om de publieke ruimte, culturele instellingen, de topsport niet nog langer te laten werken ten gunste van toekomstvernietigende bedrijfsmodellen als die van Shell & Co. Maar onze theory of change is niet nieuw. Divestment campaigners staan vandaag in een lange traditie. Slavernij, het exclusieve stemrecht voor mannen, apartheid in Zuid-Afrika, het hetero-huwelijk, de Vietnamoorlog, de Duitse verslaving aan kernenergie en zo kan ik nog wel doorgaan. Het eindigde allemaal niet omdat iemand in de top het welletjes vond. Nee, activisten
maar omdat de activisten een maatschappelijke verbeelding over een aspect van de status quo scherp stelden. En zo zal het ook, om een ander voorbeeld te noemen, gaan in Palestina, is mijn verwachting als divestment campaigner. Israël verliest in de laatste jaren in rap tempo aan legitimiteit door het werk van collega's uit de BDS-movement, de Boycott, Divestment en Sanction Movement. Dat is wat gebeurt, simpelweg, als het tij keert. Want van fossiele energiebedrijven tot aan koloniale projecten zijn zij niet opgewassen tegen ons soort activisme. Wanneer de macht voorwaardelijk wordt, wanneer privileges worden ontnomen, de algehele legitimiteit wordt opgeheven, daar is grote verandering op komst. Dat is hoe het al vaak is gegaan. Langzaam, langzaam, langzaam en dan snel. En dit is hoe je een piramide kantelt. En ik sluit af met een citaat uit een boek uit 1989. Heel toepasselijk getiteld. Als het tij keert, Shell en Nederland, macht en verbeelding. Geschreven door anti-apartheidsactivisten. 2 jaar later kwam er een einde aan apartheid. En zij waren ook divestment. De auteur zit. Och. Wauw, wat cool. De quote is als het goed is correct. Je kan me checken. Wij voeren actie tegen Shell's steun aan het apartheidsbewind. Shell is de grootste buitenlandse investeerder in het land en de grootste olieleverancier. Olie die leger en politie in staat stellen te terroriseren. Een confrontatie met de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid ontmaskert Shell's imago. Haar steun aan het apartheidsbewind is onverenigbaar met haar imago. We breken het beeld dat Shell zorgvuldig van zich probeert te creëren. Een beschadigd imago vormt voor het bedrijf een grote bedreiging. Het zal inhouden dat minder knappe koppen bereid zijn bij of voor haar te gaan werken. In Den Haag zal ze minder voor elkaar krijgen. Het gevaar dat Shell bedreigt, schrijven ze, is dat het een gewoon bedrijf wordt. Dat het bedrijf op haar daden wordt behandeld, beoordeeld wordt. Het berokkenen van imagoschade is de meest harde manier waarop we Shell kunnen raken. Einde citaat. Dank u wel. Dank. Nou, als dat niet een mooi toeval is. Goed dat je er bent. Goed, we gaan nu over naar het eerste panelgesprek. Daarvoor roep ik alvast naar voren onze 4 sprekers. Dat zijn Rozemarijn van het Einde, Toon Maassen, Lisette Klok en Elleke Klaassen. Geef ze een heel warm welkom. Yes. Oké. Okay. Rico, kan ik nog 1 stoel erbij? Ook voor mij? Dit is ook het moment dat ik weer even opnieuw de recap doe voor AT5. Dus wat ik al noemde. Voor jullie een beetje gek, want jullie hebben dit al mij horen zeggen. Maar ik ga het toch lekker doen. En dan gaan we straks met deze 4 mensen in gesprek. Ja, dus ik wacht heel even op mijn stoel. En dan kunnen we van start. Heb je dan ruimte? Dat komt wel goed. Ja, ja, maar jij wil straks ook weer naar beneden. Ja, ja, dat is wel. Je mag ook de hele tijd bij me blijven. Ja. Heb eens? Ja, het mag gewoon. Ja, dat is prima. Helemaal goed. Right. Zo. Is dat goed? Ja, als het voor Bas, onze technicus, ook goed is, dan... werkt dit helemaal? Alright, dan start ik hem. Dus welkom AT5-kijkers hier bij Pakhuis de Zwijger. En welkom namens GroenPensioen, Fossielvrij Nederland, de Eerlijke Geldwijzer en Pakhuis de Zwijger. Heel fijn dat jullie meekijken naar dit programma. Pensioenen kleuren groen. Het is duidelijk, het gaat niet de goede kant op met onze klimaatcrisis, maar er zijn ook mijlpalen die we moeten vieren en stappen die in de goede richting worden gezet. En dat gaan we vanavond doen. In de afgelopen jaren hebben meerdere Nederlandse pensioenfondsen hun beleggingen uit fossiele industrieën gehaald. En dat gaat echt om miljarden in totaal. En dat is mede het resultaat van campagnes en acties om die pensioenfondsen te laten divesteren uit fossiel. Vandaag vieren we dus dat actievoeren werkt. We vieren ook de stappen die al zijn gezet. En
ook onthullen we hoe ver we eigenlijk zijn gekomen. Dus waar staan we nu? Op wat voor percentage zitten we als het gaat over die gedefinieerde pensioenfondsen? Jullie zijn ietsje later aangehaakt dan het programma hier in Pakhuis. Dus jullie hebben net twee sprekers gemist die hebben verteld over hun visie op het belang en de waarom van actievoeren en campaigning, specifiek rondom het desinvesteren. Maar jullie zijn helemaal exact op tijd voor het eerste panelgesprek. En die voeren we met vier mensen hier aan mijn zijde, die alle op hun eigen manier in actie zijn gekomen en in actie zijn, om deze beweging verder te helpen. Mijn naam is Charlie Fiedeldijdop en naast mij op het podium zitten Rozemarijn van het Einde, pensioendeelnemer bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, activist en predikant. Hele mooie combinatie van dingen, zou ik zeggen. Toon Maassen, jij bent de bedenker van Jij hebt een vies pensioen. Je bent verbonden aan Café de Keuvel. Lisette Klok, onderzoeker, adviseur klimaatadaptatie bij Climate Adaptation Services, ook wel CAS genoemd. En Elleke Klaassen, werkzaam bij de VPRO en pensioendeelnemer bij PNO Media. Dat is het pensioenfonds voor Nederlands media, waar de omroepen ook aan verbonden zijn. Heel erg fijn dat jullie er zijn. Voordat ik in jullie individuele verhalen stap, hè, hoe is het nou om actief te worden in dit veld, hebben we een korte video. Dat is van de campagne waar jij achter zit, hè, Toon. Dus je hebt een vies pensioen. Die is gericht op het pensioenfonds, horeca en catering. Dus we gaan even mee in het verhaal van Toon en daarna horen we van deze vier. Even kijken. Ik heb een vies pensioen. 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 Wist je dat als je werkt in de horeca, je via je pensioen rechtstreeks investeert in de fossiele industrie? Dus in bedrijven zoals Shell en BP. En om dat te veranderen lanceren wij een campagne met horecagelegenheden door heel Nederland. Nee, ik denk nooit na over mijn pensioen. Nee. Maar als je dan ineens achterkomt dat er inderdaad fossiele industrie wordt gespoord daardoor, is dat natuurlijk heel raar. Het voelt gewoon niet goed dat het geld dat bedoeld is voor mij om een veilige toekomst te geven, dat gaat naar dingen die juist mijn toekomst onderuit halen. Klimaatverandering is een ontzettend groot probleem en we hebben echt niet meer zo lang de tijd om dat allemaal op te gaan lossen. En op dit moment investeert het pensioenfonds ongeveer 300 miljoen euro in de fossiele sector. En het is gewoon ons geld. Dus als wij met z'n allen zeggen, we willen niet meer dat ons geld in deze sector wordt geïnvesteerd, dan kan je in één klap voor 300 miljoen euro eruit halen. En dat is een enorme impact. We willen gewoon dat het echt een beweging wordt. Dat zoveel mogelijk cafés en horecagelegenheden meedoen en dat zoveel mogelijk mensen de petitie tekenen. En dat we echt met z'n allen gewoon opstaan en vuist maken naar het pensioenfonds. Dus ja, nee, let's go, weg met die fossiele industrie. Let's go. Mooi, dit lijkt me als ik weer naar werk en hoor. Ik kom ook voor het pensioenfonds. Nice. Hoe lang geleden was deze? Dit was in 2021. 2021. Ja, dus 3 jaar geleden. Ja, ja. Ja. En Toon, jij bent dus een van degenen die dit heeft gestart. Wat was het bij jou dat je dacht, nee, nu is het genoeg. Ik ga die stap zetten. We zaten daar heel lang mee. Dus we hadden zeg maar als studenten onze eigen duurzame café opgezet. En we draaiden echt elke euro om het nog duurzamer te maken. Dus dat we nog beter wisten waar de koffie vandaan kwam. En ondertussen moesten we gewoon duizenden euro per maand overmaken in het pensioenfonds voor al onze werknemers. En we wisten, als je dat een beetje ging googlen, het was niet helemaal transparant, maar het werd al duidelijk dat het ook gewoon naar Shell ging. Dus dat was gewoon heel frustrerend. En we stuurden eerst een mailtje naartoe, naar het pensioenfonds, kregen we niet echt een reactie. En dus gingen we ons steeds meer verdiepen. Totdat we echt een hele campagne, maar ook een enorm onderzoek en lobby ernaast hadden georganiseerd. En uiteindelijk eindigde ik zelfs in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds om ook daar de vragen te kunnen stellen. Dus dat is een lange pad gelopen in relatief korte tijd. Maar ik ben wel benieuwd, hè, want ik denk dat veel mensen zich zouden kunnen herkennen in, nou ja, hè, ik weet dat wel een beetje en het zit me wel dwars. Oh, ik lees er wel eens wat over. Maar jullie zijn wel echt iets gaan doen. Was er een soort momentum dat jij herinnert dat je echt de overstap bent gaan maken naar het echt in actie komen? In daden, niet alleen in gedachten? Ja,
het begon ermee dat... Ja, ik dacht gewoon, oké, nu gaan we... Ja, ik weet niet, het was gewoon een besluit. En nu gaan we gewoon ook een campagne organiseren. En toen kregen we ook wat hulp van vrijwilligers van Milieudefensie... die gewoon tijd wilden besteden. En ja, toen dachten we, oké, nu gaan we het gewoon doen. Ja, dat was gewoon een soort besluit. Juist van, een zetje in de rug. Ja, nu wil ik hier echt tijd van in gaan stoppen om het te fixen eigenlijk. Ja, mooi. Roosmarijn, jij bent ook actief geworden binnen dit veld. Hoe is dat bij jou gegaan? Nou, ik was eerst betrokken bij het staartje van de ABP-campagne, omdat ik daar als gevangenispredikant pensioen opbouwde. En toen gingen die uit fossiel, dat was fantastisch. En toen vierden we een feestje en op weg naar dat feestje kreeg ik een telefoontje dat ik een nieuwe baan had in de zorg als geestelijk verzorger. Dus dacht ik, ja, ga ik weer, zit ik weer bij verkeerpensioen. Wat is dit nou weer? Dus ik ging naar degene toe die wij vanuit Extinction Rebellion die campagne een beetje had getrokken. En toen zei ik, nou, zullen we anders gewoon doorgaan naar PFZW? En ik denk een maand later zaten we daar. Met ook een heleboel dominees, dus dat was heel leuk. Ja, wat goed. En kon je veel van wat je al had meegemaakt op het staartje van het eerdere traject, kon je dat ook goed toepassen meteen bij je nieuwe werkgever? Ja, ik denk, nou ja, dat was mijn eerste bezetting bij ABP. De eerste die ik ooit deed, die heb ik in toga gedaan. Dat was nog wel een ding. Maar ik merkte wel hoeveel effect dat had. Dus dat gaf ook wel gelijk een soort, nou, we gaan gewoon ervoor. En een soort vertrouwen dat dat zou werken. Ja. En ook al dat je wat mensen kent, dat helpt ook wel. En dat ook veel mensen hadden gezien van, oh, dat werkt dus echt. En dat die dan ook gelijk zeiden, oh ja, ik ga mee. Dus allemaal mensen die normaal helemaal niet demonstreren, die dan toch denken, oh... Ik werk voor God, zeg maar, zoals dominee dat zien. En dan gaat mijn pensioengeld naar de verwoesting van de schepping. Dat kan niet. Ik ga mee. Ja, mooi. Dus los van dat je er ideologisch op aangehaakt kan zijn en er iets van kan vinden, helpt het dus ook echt heel erg om die goede voorbeelden te zien van het kan wel degelijk. Ik kan een verschil maken. Ja, en ik denk ook bij pensioenfondsen dat mensen denken, oh ja, het is mijn pensioenfonds. Die voelen zich daar meer betrokken bij dan bij een Shell. Want het is daadwerkelijk jouw geld dat je investeert in de toekomst, maar tegelijk investeert tegen de toekomst. Ja, ja. Lisette, hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben jij in actie gekomen? Ja. Je kondigde me net aan dat ik bij Climate Adaptation Services werk. Maar in die tijd werkte ik voor de Hogeschool van Amsterdam als klimaatonderzoeker. Ik ben klimaatonderzoeker. Dus hoe slecht het klimaat eraan toe is, dat is gewoon mijn dagelijkse kost. Ja. En 2018 en 2019 waren hete zomers, waarbij ik ook echt wel dacht van... Ja, dit is vreselijk. Ik wil eigenlijk nog meer doen. Ik wil zo effectief mogelijk aan de slag gaan. En toen sloot ik me aan bij Scientists for Future. Een coalitie van bezorgde wetenschappers. En daar was een werkgroep die zich bezighield met ABP fossielvrij. En toen ging het balletje eigenlijk rollen. En ben ik vooral ook bij de Hogeschool van Amsterdam actief geworden. Ja. En ook echt door middel van demonstraties. Demonstraties. En het begon eigenlijk in 2019, in het najaar, dat ik... Toen ging er een petitie rond vanuit fossielvrije ABP. En ik dacht, die moet eigenlijk ook bekend worden bij al mijn collega's. Maar hoe doe ik dat? Een enorme organisatie. En ik wil heel graag dat ze weten dat hun pensioengeld voor zo'n groot deel naar fossiel gaat. En daar zullen zoveel mensen het niet mee eens zijn. Ja. Maar het is onbekend. Maar ik wilde daar eigenlijk een informatief stuk over schrijven. Maar ik kreeg geen toegang tot de interne communicatiekanalen van de hogeschool. Er was nog helemaal niks activistisch van plan. Maar zo werd je niet gezien. Dit is echt te politiek. Daar moeten we hier weg van blijven. Terwijl ik dacht, dit is informatie die bekend moet zijn. Alleen maar bekend en dan mag je er iets mee doen als je dat wil. Maar En toen heb ik met collega's een opinieartikel geschreven voor HVNA, wat het onafhankelijk tijdschrift is van de van de Hogeschool van Amsterdam. En dat is zo goed opgepikt, want de HVNA zei, hier willen we ook een podcast van maken. En zij sleepte er ook een woordvoerder van het ABP bij. En ze wilde ook een reactie van het college van bestuur. En toen wilde het college van bestuur ook in gesprek met ons. En zo kwam van het een het ander. Maar ik geef even het woord terug. Nee, maar het balletje ging op een gegeven moment ging het harder en harder van die heuvel af. Enorm. Ja. Ja. En was er nou een moment, want in het begin was het dus best wel zoeken. Was er een soort moment dat jij echt voelde, hey, nu hebben we wel echt beet? Wat
welke stap in dat valproces ja. was dat? Nou, als ik dan kijk naar bij de Hogeschool van Amsterdam, hadden we het college van bestuur die wilde er wel wat mee, maar die durfde zich niet uit te spreken. Die wilde dat dan namens alle medewerkers van de hogeschool doen. Nou, zie daar een kans om alle medewerkers van de hogeschool toch in te lichten, want dan kunnen ze zich uitspreken. En toen hadden we een soort van stemming gedaan, wel via intern communicatiekanaal. En er moesten gesprekken plaatsvinden. Er zijn 3 debatavonden bij Pakhuis de Zwijger georganiseerd, ook vanuit de Hogeschool van Amsterdam. En toen hadden we de bestuurders mee. Ze wilden doen. Met de medewerkers? Ja, met medewerkers en nog andere partijen. En toen was er deze demonstratie. En toen zei het college van... En die demonstratie was heel goed georganiseerd. Want ABP Fossielvrij had ook gezegd... Laat je uitzwaaien door je organisatie. Dus wij zijn weer naar het college van bestuur gegaan. En gezegd, willen jullie ons uitzwaaien? En ons daarmee steunen. En dat deden ze met een videofilmpje. En daarna was het nog... Ja, toen zeiden ze van, we willen ons ook nu richting ABP gaan uitspreken. En dat doen we het liefst zo effectief mogelijk. Met zo'n groot mogelijke coalitie vanuit Amsterdam. Vanuit Amsterdamse ambtenarenorganisaties. En toen zijn de bestuurders ook gaan lopen voor andere instanties te overtuigen. Ja. Met hen een brief te schrijven naar ABP. Ja. Dus de bestuurders moeten wel degelijk echt voelen dat het heel breed gedragen wordt voordat ze zelf de stap durven te nemen. Ja. 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 Mooi, en daar kan je ze mee helpen. Ja, precies. Ja. Dat heb je gedaan. Elke, jij bent pensioendeelnemer bij PNO Media. Ja. Dat is een pensioenfonds die nog niet helemaal uit het fossiel is. Sterker nog, die misschien nog wel wat stappen kan inhalen. Hoe ben jij actief binnen deze beweging en hoe verklaar jij ook de tegenwerkende krachten? Is het angst van een bestuur? Waar zit het hem in? Wij zijn dus gestart bij de VPRO met onze club. We hebben een groen club binnen de VPRO. En zo zijn wij ook begonnen bij om PNO gesprekken. Dat is ook van 3 jaar geleden of zo, 2-3 jaar geleden. We hebben toen campagne gevoerd. En het grappige was wel dat ik eerst moest uitzoeken bij welk pensioenfonds zit ik überhaupt. Ja. En dat ik ook heel grappig vond dat we een hele campagne hadden gevoerd met een aantal bekende Nederlanders daarin. Dus wij dachten ook van, en we hadden petitie en het eerste gesprek. Ik was super zenuwachtig om met het bestuur aan tafel te gaan zitten. Ik dacht, wordt helemaal afgemaakt. Maar die mensen waren eigenlijk heel blij dat er überhaupt een deelnemer interesse had in het pensioenfonds. Dus dat was al eigenlijk, dan dacht ik, zo kan je het ook bekijken. Dus wij zaten daar met een collega en het bestuur, of de verschillende bestuurders van de verschillende omroepen. Dus we zijn eigenlijk vanuit de deelnemers zijn we eigenlijk vrij snel met onze directeur destijds, Lennart van der Meulen, zijn we toen samengegaan en samen opgetrokken en richting het pensioenfonds. En dat werkt heel goed. Ja. Je hadden redelijk snel partners in crime. Ja, we hadden ze redelijk snel partners in crime. Ook met andere omroepen zijn we nu echt wel een goed team. Ze zijn nog steeds niet inderdaad uit fossiel. Ze zitten nog, is ook niet duidelijk. Ze zitten nu nog in 36 bedrijven. Het is niet duidelijk, zijn geen absolute getallen, willen ze niet geven. Dus ik weet niet in hoeveel ze daar nog in zitten. Maar waar zit het hem dan in? Als je zo, zo snel de gelederen, in ieder geval intern goed op orde krijgt, komt het dan dat niet... Ja, het is heel raar wat je zou verwachten van een pensioenfonds als PNO Media. Dat daar toch mensen in zitten ook die ook wel toch een achterban hebben die daar heel erg voor streeft. Ze hebben zelf een enquête gehouden waar ook uit bleek dat ze dat eigenlijk hun eigen deelnemers, want er zitten niet alleen media bij, er zitten ook de bioscopen zitten erbij, er zitten ook, ik weet toevallig de SP zit bij PNO Media, dus er zijn best wel ICT-bedrijven. Maar dat hun achterban ook wilde gaan voor fossielvrij vernieuwing. Ze hadden ook die enquête echt heel erg gehouden rondom een verduurzaming van hun beleggingsbeleid. Dus alle signalen stonden eigenlijk... Ja, eigenlijk wel, maar toch. En ze hebben ook echt wel stappen genomen. Alleen, er zit nog iets, en of dat nou
angst is voor rendementsverlies. Of het is heel lastig te zeggen. Nou, één ding is wel, het is nog heel erg geloven. Dus in engagement, in gesprek blijven met fossiele bedrijven. Dus dat is waar ze nog heel erg in geloven. Ja, ook al hebben we genoeg voorbeelden van dat echt niet... dat het toch heel veel groter... Want PNO Media is een relatief klein pensioenfonds. Dus 7 miljard hebben zij te beleggen. Dus dat is eigenlijk een kleine speler. En als dan de grote spelers omgaan en aangeven... joh, wij geloven al lang niet meer in engagement. Dat is natuurlijk heel raar. Ja. Dus ik hoop eigenlijk ook vanavond de juiste nog meer munitie te krijgen... om PNO zover te krijgen. Ja, ja. Dank. Deel van de reden waarom jullie zijn uitgenodigd om nu te vertellen... hè, hoe zijn wij in actie gekomen, is omdat het dus... Hè, soms is het dus, je weet niet eens welk pensioenfonds bij jou hoort. Dus hè, het is echt iets wat voor iedereen een stapje kan zijn om te zetten. Om in ieder geval erachter te komen, hey, bij welk pensioenfonds ben ik eigenlijk aangesloten. Vervolgens stap je totdat die knop omgaat, zoals bij Toon. En er, ja, dat er echt een verdergaandere actie volgt. Als jullie advies zouden willen geven aan de mensen hier in de zaal, wat is dan echt, zeg maar, je mag kiezen. Of een echte doel, dit moet je echt doen, of dit moet je echt niet doen. Wat heb je geleerd uit de trajecten die jullie hebben gelopen? Wie durft het eerst? Ja? Oh, ik wil wel beginnen. Wat je moet doen is gewoon een eerste stap zetten. In gesprek gaan met een collega, of met een bestuurder, of met iemand. En dan van daaruit weer verder werken. Dus gewoon beginnen. Oké, dat is een doel. Ik denk een andere is blijf geloven in dat het kan. Ik denk bij ABP dat eigenlijk niemand verwachtte dat het zou gebeuren. En ineens was het daar. Wij zaten al te denken, nou, we moeten toch tot Sint-Jutemus nieuwe bezettingen gaan doen. En rechtszaak kwam eraan en toen was dat klaar. Ja, zoals Vaat dan zei, het duurt lang en opeens heel snel. Ja en ook, het klinkt misschien een beetje raar, maar durf ook een beetje vuile handen te maken of zo. Want je kunt heel lief weer een mailtje sturen, maar uiteindelijk is het dan ook wel dat wat hardere actie soms nodig is. En dat is onprettig. En soms voelt het ook wel verkeerd. Ik denk de meeste mensen vinden het toch wel een beetje raar om ongevraagd ergens binnen te gaan zitten en gewoon niet meer weg te gaan. Maar ja, helaas zijn er omstandigheden waarin dat toch wel begrijpelijk is en nodig. Ja, ja. Oké, dus geloof in dat de verandering echt mogelijk is en maak je handen vuil. Eigenlijk 2-in-1 heb je ons gegeven. Ja, ik was ook heel blij met hulp zoeken bij GroenPensioen, die ons natuurlijk nu nog steeds dus begeleiden. Dus dat vond ik wel fijn, dus, want de kennis heb ik vooral ook daarvan. Ja. Want het is inderdaad, als je begint, en ik sta heel ver af in mijn dagelijkse werk van dit soort bestuurlijke situaties, om het zo te noemen. Ja. Dus dat was heel fijn om met een aantal partijen om de tafel en daar de informatie vandaan krijgen. Ja, dus je bent niet alleen, zoek... Nee, en je hoeft ook niet alles te weten, dat vind ik ook. Je hoeft niet de hele pensioenwereld, dat wil ik ook helemaal niet snappen, maar ik heb gewoon één doel en daar ga ik voor. Ja. Dus dan heb je genoeg informatie om dat te bereiken. Ja. Ja. En jij dan? Ja, ik zou zeggen, combineer zeg maar het activisme ook heel erg met onderzoek en lobby. Dus dat je niet alleen maar... dus je sowieso heel erg het publiek en petitie en een campagne voeren, maar daarnaast ook precies weten hoe het inhoudelijk zit. Of dat je mensen weet die dat weten. En ook gewoon, wie zijn precies die bestuurders? Oh, dat is deze vakbond en deze werkgeversorganisatie. Oké, welke mensen moet ik precies overtuigen? Dat je daar gewoon heel systemisch naar kijkt. Ja, oké, dus dat is wel, hè, je kan een beetje kiezen in de schaal van, hey, ik hoef helemaal niet te weten hoe überhaupt pensioen werkt, ga echt deep dive. Dat kun je zo opzoeken, het zijn gewoon 7 mensen en die moet je overtuigen. Maar dat is ook niet zo dat ik... Website, dus ik bedoel meer de hele wereld erachter, want als ik bedoel, natuurlijk moet je wel weten met wie om de tafel zit, maar ik bedoel meer de hele... Dat gevoel had ik in het begin. Oh, maar dan moet ik precies weten hoe dat beleggen werkt en alles. Dat hoeft niet. Ja. Dus, check. Ja. Oké, en dan tot slot. Jullie zijn in een actiestand gekomen. Sommigen zijn nog in de strijd. Anderen zijn al wat verder gekomen. Of hebben sommige trajecten zelfs al weer kunnen loslaten. Wat zijn nog... stel je voor dat we zitten hier weer over 5 jaar. Waar zouden jullie dan over willen vertellen? Hè? Welk thema hebben we dan onder handen genomen als het gaat over het veranderen van die investeringen vanuit pensioenfondsen? Ja, ik vind ergens ook een beetje wrang om hier feest te vieren vandaag. Het is natuurlijk super mooi dat er zoveel uit fossiel is gedivesteerd. Maar ik zit hier ook met een dubbel gevoel, omdat er nog steeds
bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in de bezetting of in bezet gebied in Israël, in Palestina. En nou ja, van de pensioenfondsen die hier zijn, gaat het om 2,5 miljard, 1 miljard en 500 miljoen. En dat grijpt mij zo aan en dat ik ergens denk, hoe kan het eigenlijk dat het nodig is dat bezorgde burgers dit moet, zeg maar, hoe kan het dat we het normaal vinden om in oorlogsmisdaden te financieren? En het bevreemdt mij zo dat het dan eigenlijk nog niet is gestopt. En dat er dan eigenlijk nog weer actie voor moet komen. En dat ik denk, maar we zien toch allemaal wat er gebeurt. En dan denk je, nou, daar moeten we als een malle moer uitgaan, zeg maar. Ja. Dus over 5 jaar is dat voor jou het thema? Over 5 jaar. Als we over, als we over 5 jaar terugkijken, dan is dat het thema waar keihard op gezet. Waar zei je, diegene zei dat. En toen zijn ze er gelijk uitgegaan. Dat hoop ik, dat over 5 jaar. Onthouden. Ja, daar hadden we niet aan gedacht. Ja. Hoe is dat voor jullie? Hebben jullie specifieke thema's? Kan ook op fossiel zelf doorstoten zijn. Maar of zijn er nog andere thema's waarvan jullie zeggen, nou, die moeten we ook nog onder de loep nemen? Ja, we hadden er net een aan tafel, hè? Maar die, niet dat we die pas aan tafel hadden bedacht. Maar. Nou ja, ik zou 2 dingen noemen. Dus, de bezette gebieden is dat een hele goede. Maar als je nadenkt over klimaat en biodiversiteit, dan moet niet alleen stoppen met fossiele industrie, maar ook met grootschalige dierlijke landbouw. Dus we eigenlijk ook een soort van diervrij pensioen willen misschien. Mm. In de zin van grootschalige dierlijke landbouw. Maar daarnaast zit ik ook na te denken over die fossiele industrie. Kijk, we zijn er zeg maar als commerciële aandeelhouder uitgestapt. Maar misschien zou je als stichting terug in moeten stappen, maar dan met een meerderheidsaandeel en dan de energietransitie afdwingen. En dat geld zouden we hebben, zeg maar. Ja. Dus dat zou ook kunnen. En dan zou je ook echt die olie in de grond kunnen laten, in plaats van dat het wel aan de markt over blijft houden. Dus dat droom jij 's nachts van. Mooi. En voor jullie? Hebben jullie nog specifieke thema's? Of was dit een gedeelde? Dit was een gedeelde thema. Ja, ik deel hem ook absoluut. Ja, ja absoluut. Zeker. Mooi. Dank. Heel erg veel dank geven ze en een heel erg hartelijk applaus. Dan krijgen we nu weer een heel bijzonder moment, want collectief Walden is weer aan het woord. En deze keer is dat Thomas, de vloer is voor jou. Heb je een mic nodig? Ja, alsjeblieft. Ik hou van feitjes. Een leuk feitje is, wist je dat? Toen onze linguistische voorouders nog als nomaden op paarden rondreden iets ten noorden van de Zwarte Zee, het woordje gasti zowel gast als gastpersoon betekende. Want we waren nomaden. Het land was van niemand of van iedereen. Het was in ieder geval niet duidelijk te maken wie al langer op die plek was. We waren hetzelfde van elkaar. Het Engelse guest en host komt dus allebei van het woordje gasti. Maar wat ik jullie eigenlijk wilde vertellen is, op de plek van het ik moet het wij komen. Want ikjes schamen zich alleen maar en denken, wat kan ik nou teweeg brengen? Nou, niks, inderdaad. Ik loop krom van de schuldgevoelens en wie krom loopt, kijkt alleen maar naar zijn eigen voetafdruk. Ik ben bang. Maar ik moet niet panikeren, ik moet organiseren. Het beste dat ik, dat jij als individu kunt doen voor het klimaat is, ophouden een individu te zijn. Schud dat schuldgevoel van je af. En niet omdat je niet schuldig bent, want waarschijnlijk wel. Maar dat gevoel voegt zo onthutsend weinig toe. Ons is lang verteld dat wij leven in een tijd van overvloed. En dat wij heel veel offers zullen moeten gaan maken om de toekomst te redden. Mag dat ook al niet meer? Mag dat ook al niet meer? Maar dat verhaal is ook om te draaien. Wij leven nu in een tijd van schaarste. We zien onze familie, onze vrienden veel te weinig. We maken veel te weinig plezier en muziek met elkaar. De lucht is niet gezond om in te ademen. Het drinkwater raakt op. We zijn niet veilig. Vergeet de combinatie kinderen, werk, liefde. Iemand? Geen tijd om te koken, geen tijd om te schilderen, geen tijd om te mediteren. Geen tijd om alleen te zijn in de natuur. Geen tijd om samen te zijn in de natuur. Zou dat geen overvloed zijn? Echte rijkdom. Samenleven op een gezonde bodem, naast een gezonde oceaan, in een gezonde atmosfeer. En wacht even. We hebben het niet over het wij van, wij overwegen een warmtepomp.
hebben het ook niet over het wij van waar zullen wij eindigen deze zomer op het EK. We hebben het zelfs niet over het wij van wij zijn het, die de aardsystemen onherstelbaar in de war aan het schoppen zijn. En ook niet wij schieten onszelf uiteindelijk alleen maar mee in de voet. Nee, het wij waar wij het over hebben is wijds. Ons wij is groots. Wij dragen iedereen in ons die voor ons kwam. We dragen de kiem voor wie na zal komen. En wacht nog even, niet meteen afhaken. Ik heb het hier niet over een soort onvoorwaardelijke en tandeloze gemeenschapszin. Nee, wij zijn is zwaar. Maar wie zichzelf als een wij beschouwt, is simpelweg machtiger en daadkrachtiger. Wij zijn guests en hosts. Wij houden niet meer op bij de grenzen van onze collectieve mensenhuidjes. Ons wij vibreert verder en de verte trilt door in ons. Over de jaren sparen wij de ringen. Wij zijn later. Laat de dans beginnen. Heel mooi. Dankjewel, Thomas Lamers van collectief Walden. Goed, hè, we hebben gekeken naar het waarom. Wat is nou eigenlijk het belang van het actievoeren van de strijd? Hè, de beweging die gevoed wordt hier. We hebben gehoord naar de hoe, hè, vanuit het perspectief van pensioendeelnemers. Hoe kom je dan in actie? Wat kom je dan tegen? Hoe is het om te doen? En hoe nu verder? En dat gaan we nu ook doen met pensioenbestuurders. Want ook zij maken stappen. En ook zij... Er komen uitdagingen tegen in hoe je dat aangaat, hoe je zelf in beweging komt, hoe je als organisatie in beweging komt en waar je dan heen koerst. Dus we gaan met een aantal pensioenbestuurders in gesprek en die nodig ik heel graag uit naar voren. Dat zijn Joanne Kellerman, Alfred Slager en Erik Uijen. Kom alsjeblieft bij me zitten, geef ze een warm applaus. Yes. Oh, ik dacht even, zijn we met z'n tweeën? Maar daar is de rest. Heel fijn. Fijn dat jullie er zijn. En net als hiervoor met de pioniers vanuit de pensioendeelnemers... beginnen we ook nu heel even met een filmpje... dat inzicht geeft in hoe zo'n pad bewandeld wordt... vanuit het perspectief van een pensioenfonds. En dat is een filmpje vanuit... Zeg ik het nou goed? Ja, vanuit Pointer. We gaan gewoon even kijken en dan daarna gaan we met jullie in gesprek om breder te reflecteren op die ervaringen. Eind 2015 komen 195 landen overeen om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken. Versnelde klimaatverandering moet worden geremd en geldstromen moeten verschuiven van fossiele naar duurzame energie. PME Pensioenfonds ziet de urgentie en versnelt en verscherpt het bestaande duurzaamheidsbeleid binnen vermogensbeheer. Je moet er gewoon een keer zeggen, stop, dit gaan we niet verder meer doen. We gaan die nieuwe energie verder stimuleren. In 2018 besluit PME als eerste grote pensioenfonds uit steenkool te stappen. Omdat deze vervuilende brandstof snel tot het verleden moet behoren. Ondanks dialogen met bedrijven als Shell en BP... blijft hun boodschap vastzitten aan fossiele energie. In 2021 verkoopt PME alle aandelen en obligaties in de fossiele industrie... en belegt de 1,2 miljard euro in de duurzame energietransitie. Pointer wijst PME er in 2022 op dat het fonds soms inconsequent is in haar beleid. Wat wij zien is dat we nog steeds bedrijven uit die industrie tegenkomen in hun portfolio. Ik vond het ook echt frustrerend dat jullie dat tegenkwamen. En waarom vond ik dat frustrerend? Omdat wij ons klimaatbeleid, dat is ambitieus, maar het neemt ook heel serieus. PME erkent de kritiek en scherpt het beleggingsbeleid verder aan. Na het uitsluiten van steenkool, olie en gas, legt PME alle beleggingen langs de aangescherpte duurzame meetlat. De focus verschuift van uitsluiten naar investeren in duurzame mogelijkheden. PME blijft zich ontwikkelen en verbeteren om een duurzame en renderende toekomst te realiseren voor haar deelnemers. Ja, dus
Hier zaten best wel een paar twists in het verhaal. Erik Uijen, je bent ook hier bij ons in de zaal, bestuursvoorzitter van het uitvoerend bestuur van PME. Pensioenfonds voor metaal- en elektrotechnieken. Dus daar zitten onder andere gigantische bedrijven als ASML zijn er ook aan verbonden. Dus we hoorden van PME neemt de beslissing, net als Alatoon, de knop gaat om, we gaan het nu doen. Maar onderweg kom je erachter dat er zelfs nog elementen waren die je dus blijkbaar niet gekofferd hebt. Hoe kan zoiets zo lopen? Nou ja, dat doe ik niet alleen, dat doet het bestuur, maar het bestuur is ook eigenlijk helemaal niks. Hè. Je doet dat in een omgeving, hè. Je neemt alles waar, wat jullie aan het doen zijn, wat allerlei rapporten ons vertellen, wat deelnemers ons vertellen en wat werkgevers ons vertellen. Ik kwam 9 jaar geleden bij PME. En ik zei net hiervoor, ik heb het al eens eerder hier gezegd, dat ik me eigenlijk heel erg diep schaam voor het feit dat ik dit eigenlijk al heel erg lang weet. Ik heb ooit het boekje van de Club van Rome gelezen. En ik heb dat decennia terug, ja. Weggelegd. En gewoon door. Hmm. En op zo'n moment stap ik binnen in een situatie, 9 jaar geleden. En gelukkig was daar al een voedingsbodem, hè, want ik kan alleen ook niks. En 2015, dat zag ik me net in het filmpje, het klimaatakkoord. En ik vroeg aan mijn collega's, wat gaan wij nou doen? Daar lagen wel wat dingen op de plank, maar goed. Je bent al heel veel jaar op een bepaalde manier aan het beleggen. En daar ga je dan ook niet zomaar van af. Dus het heeft een hele aanloop. We zijn wel heel veel gaan uitsluiten. Dus uitsluiten landen, uitsluiten kolen, uitsluiten teerzat, olie. In die aanloop naar 2021, het is heel leuk dat Pensioenfonds Horeca hier zit, ik ben daar ook lang directeur geweest. Wij hebben in alle stilte gedacht van hier gaan we wat aan doen. Gelukkig waren daar bedrijven die tegen ons zeiden, wij zijn heel erg bezig met verduurzaming. Zou je misschien niet denken van metaalbedrijven, maar er zijn mensen die denken, als mijn bedrijf over 10 jaar of 20 jaar nog wil bestaan, dan moet ik nu wat doen. Ja. En ook heel veel deelnemers deden dat. En je noemde net ASML en XP. Daar waren we mee in gesprek. We wisten dat zij dat, althans de jongere mensen, dat ze dat heel graag wilden. En die werden overigens ondersteund door de raden van bestuur van die bedrijven. Dus er waren eigenlijk vanuit verschillende hoeken, waren er krachten die jullie mee duwden, mee masseerden in de richting die jullie zelf ook opwouden. En aan het verkennen waren. En aan het verkennen waren. Hoe doen we dat? Ja. Ja. En dan komt op een gegeven moment er een pointer uit van, maar en dit stukje dan? Daar hebben jullie nog niet de stappen gezet. Nee, dat was nog niet goed doordacht. Hè. Dat was inderdaad voor 1,2 miljard waren we uit olie en gas gegaan. Maar dat waren directe investeringen waar we niet aan gedacht hadden. Als niet direct, dat er ook nog allerlei bedrijven zijn die een deel daarvan doen. Nou, dat was voor ons het zijn van, daar moeten we toch ook weer naar gaan kijken. Ja. Meer werk aan de winkel. Ja. Dank. Alfred Slager, je bent bestuurslid van ABP, al een aantal keer langsgekomen. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ook in Europa. Waar daar op knopjes wordt gedrukt, maakt veel uit ook. Wat was voor jullie het beginpunt? Waardoor kwamen jullie in beweging? Misschien een paar dingen. Toen ik zo de vanochtend aan het begin de verhalen hoorde. Ik besefte over dat ik bestuurder werd dat ik zelf ook petities aan het tekenen was om het olie-gas te stappen. Dus dat kwartje viel opeens hier in deze setting, dus dank ervoor. Nee, ja. Beter laat dan nooit dan, hè? Ja, precies. Ik denk ABP heeft een lange traditie voor duurzaamheidsbeleid. Daar zijn we natuurlijk al lang mee bezig, vooral vanaf 2015. En in dat hele beleid zijn op een gegeven moment een aantal keuzes wat gemaakt waarvan we dachten, we zijn op het goede weg. We maken de juiste keuzes. Een beetje wat Erik net zei, bepaalde bedrijven wil je niet in zitten. Dat je denkt, die passen echt niet bij ons. Uitsluiten, gaan we dat soort dingen doen. En ook de olie- en gasdiscussie. Op een gegeven moment, als je het verhaal over klimaatverandering hebt, daar moet iets veranderen. De manier om verandering vorm te geven,
hebben we denk ik vrij lang langs de as inderdaad van het engagement, het praten met die bedrijven, het overtuigen van jongens, dit op deze manier kan niet, en moet iets veranderen. We waren vrij geduldig. En ik denk, een van de waardevolle signalen dat ik zeg iedereen die in de zaal zit en dat ik vanuit verschillende rollen, dat geduld gaat ergens een beetje opraken. Ik zeg, want eigenlijk gaat die ontwikkeling veel helemaal sneller dan met elkaar vermoeden. Dus we werden in die zin inderdaad, op het pad eigenlijk gestimuleerd om wat sneller wat te acteren. Dat was één. Dus dat namen zeer zeker te harte. Dat waren hele waardevolle gesprekken. Ook was het af en toe lastiger dan de deur binnen te komen. Maar vanwege een actiegroep. Maar dat signaal was dan ook bijzonder duidelijk. Het was letterlijk moeilijk om binnen te komen. Ja, letterlijk, hè, precies. Ja. Maar gigantisch waardevol, ook voor het besef van dit onderwerp moet gewoon goed op de agenda zetten en kijken. Ik denk wat bij ons twee dingen hebben echt de extra doorslag gegeven, als ik het zo moet formuleren. We zijn toch een pensioenfonds. Ik werk zelf hiernaast, ik zeg bij de universiteit. We zijn van de overheid en dat ik wat van de wetenschap. Met andere woorden, inderdaad, op het moment dat ik zeg dat veranderde, dat het IPCC-rapport wat er langskwam en wat energieagentschap. Zeg maar, als je dat evidence-based hebt, hoeveel meer kennis en feiten wil je hebben? Dit is zo knalhard. Ik zeg, die versnelling, daar moeten we iets mee. En dat engagement, dat is niet meer de manier om met die bedrijven aan de slag te gaan. Ja. En ik denk, misschien als laatste, wat echt in dezelfde periode echt werd ondersteund, wat heel veel comfort gaf, eigenlijk deelnemersonderzoeken. Die zeiden van, we verwachten ondertussen ook dat jullie eigenlijk op die manier de beweging gaan. Dat is ontzettend belangrijk. Juist, we hebben 3 miljoen deelnemers. Dus dat is best wel een aardige reflectie van de maatschappij. Dus die moet je ook mee hebben. En dat hadden we. Dus dat was een beetje onze verandering. Ja, dat jullie hebben gelopen. Ja. Janne Kellerman, je bent bestuursvoorzitter van PFZW, Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Op één na grootste pensioenfonds in Nederland. Op welk moment is er vanuit jullie pensioenfonds die beweging op gang gekomen om richting fossiel vrij te gaan werken? Ja, een beetje vergelijkbaar denk ik met ABP. Wij hadden ook jarenlang stonden we bovenaan de lijstjes. De meest duurzame pensioenfonds en belegger. En ieder jaar kregen we weer prijzen. En dan denk je, goed bezig. Hè? Dat zit allemaal wel goed. Maar op een gegeven moment waren het toch denk ik de IPCC-rapporten. Die steeds indringender werden. En bestuursleden en nieuwe bestuursleden die gingen zeggen van maar hoe zit dat dan? En dan was het idee, maar we doen al heel veel en wij engageren. Wij vinden het heel belangrijk om in gesprek te blijven. En toen kwam eigenlijk de vraag, oké, maar wat levert dat dan eigenlijk op? Hè? En hoe lang engageren we dan eigenlijk al? En toen, dat liep in de tijd een beetje tegelijk met denk ik de bezettingen en het er is ook een paar weken gekampeerd in Zeist. Mm-hmm. Wij waren als bestuur tegelijkertijd in gesprek. Alleen dat je kan dan moeilijk naar buiten stappen en zeggen we hebben dat nu besloten. Dat moet je natuurlijk een beetje scheiden. Bovendien, zo'n pensioenfonds is natuurlijk wel, dat is een beetje een rare beeldspraak, maar een tanker. Die kan je het roer ook niet zo heel snel omgooien. Dus je moet dat goed voorbereiden en daar goed over nadenken. En we hebben toen gezegd, wij vinden het belangrijk om in gesprek te blijven, maar we willen dan wel glashelder maken aan die bedrijven wat we eigenlijk van ze willen en wanneer. En toen hebben we een programma gemaakt dat duurde 2 jaar. En toen zijn we mee begonnen om alle bedrijven in onze portefeuille die in de fossiele industrie actief waren, een brief te schrijven en te zeggen, dit is het akkoord van Parijs. Hebben jullie eigenlijk überhaupt plannen hieromtrent, omtrent reductie van uitstoot? En van, ik geloof, bijna 300 bedrijven kregen we niet eens een brief terug of zeiden nee, hoezo, et cetera. En we hebben... Maar en dan? We hebben op hetzelfde moment gezegd, die hebben we toen eruit gegooid. Nee. En we hebben ook van tevoren dat stappenplan aangekondigd. Dus we hebben gewoon gezegd, jullie zitten allemaal in onze portefeuille. Ja. En we gaan eerst kijken, heb je een reductieplan? Dan gaan we kijken, heb je je gecommitteerd aan de doelen van Parijs? Ja. En stap 3, na 2 jaar gaan we kijken, heb je een credible plan
En dat gaan we ook onderzoeken. Ja. Ja, heb je een plan, maar is het ook uitvoerbaar? Ja. Iedere keer hebben we gekeken en gemeten. En iedere keer de bedrijven die lat niet haalden, hebben er uitgegooid. En wij vonden het heel belangrijk om daar transparant over te zijn van tevoren. Om gewoon van tevoren te zeggen, dit is wat we willen. Dit is wat we van jullie verwachten. Op dat moment. En voldoe je daar niet aan, ja, dan is het wat ons betreft afgelopen. Ja. Ja, dat zijn we gaan doen. Ja. En dan wil je natuurlijk weten hoe dat is afgelopen. Ja, nee, maar dat is een beetje, hè, want we gaan niet de spoiler doen van, hè, waar we straks staan qua percentage. Maar ik zit, hè, als ik zo naar jullie luister, dan, hè, jullie zijn drie grote pensioenfondsen, veel vermogen, hebben echt, ja, een belangrijke rol en spelen, hebben grote impact met hoe jullie investeren. En jullie zijn allemaal stappen aan gaan zetten. Jullie zijn allemaal, hè, die beweging aan het maken. We zijn er nog niet. Hè. Kan nog steeds heel veel beter. Maar jullie zijn in ieder geval, hè, aan het pionieren daarin. Als pensioenfonds. Binnen de pensioenfondsenwereld. En dan, hè, hoor ik jullie zeggen. Oh, we hebben dan, hè, we konden de deur niet in. We hebben activisten gehad die kwamen kamperen. En dan moeten we eigenlijk even lachen. Maar in het vorige gesprek werd er ook door mensen die dat deden gezegd, ik vind het eigenlijk zo pijnlijk, waarom moet ik dit überhaupt doen? Waarom is het nodig dat dat het geheugensteuntje moet zijn? Hè? En waarom is het nodig, wat Vaat dan ook zei aan het begin, dat, hè, alle kennis is er al, alle wetenschap, er is heel erg veel informatie vanaf het verslag van Rome al. Dus hoe komt het dan dat we toch eigenlijk, hè, waarom zijn we nu niet al veel verder? Waarom zijn we niet eerder in beweging gekomen? Waarom zijn we niet eerder al verandering gestart? Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Wat zijn nou, hè, wat zijn nou belemmerende factoren om die beweging niet nog meer te kunnen versnellen? Vanuit jullie, hè, perspectief, ervaring, kijk op hoe ook pensioenfondsen functioneren. Waar zit het hem nou in? Eigenlijk aan jullie alle drie, ja. Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat is het precies? Ik denk dat wij, net zoals mijn twee collega's hier ook vertellen, bij ons natuurlijk wel degelijk een besef bestaat dat er allerlei wetenschappelijke rapporten zijn, et cetera. Ja. Pensioenfondsen werken natuurlijk op hele lange termijn. Hè. Dit gaat over de pensioenen van vandaag, van de mensen die nu pensioen krijgen, mensen die dat morgen krijgen en in overdrachtelijke zin ook overmorgen. En dat ligt etterlijke jaren van ons vandaan. Dus het ligt eigenlijk heel erg voor de hand dat we hier echt heel druk mee bezig zijn. Ja. Maar goed, ik heb net uitgelegd dat natuurlijk ook een proces is van hoe doe je dat? Rendement maken is natuurlijk een van de eerste dingen die je doet. Maar wel op een manier, alle verhalen hier in dit huis en ook vanavond wijzen daarop, dat het gaat over een leefbare wereld. Hè? Dus, en dat is een zoektocht. En dan vind ik het natuurlijk wel fijn dat er, niet alleen peilen we dat onder onze deelnemers, hè, er is twee derde van onze deelnemers die zegt volmondig ja, wij willen graag dat er niet in olie en gas en in fossiel belegd wordt. Ja. En als we dan ook nog doorvragen, mag dat eventueel rendement kosten, dan is er ook nog een hele groep die zegt dat mag. Iets anders is of wij dat onze opdracht vinden, hè, dat rendement zou moeten kosten. Mensen die de afgelopen twee weken de pers hebben gevolgd, en die weten dat het heel makkelijk gezegd is, ja, pensioenfondsen moeten rendement maken, rendement, rendement en nog eens rendement. Ja. Maar wij vinden in plaats van activisten. Onze opdracht is dat in op een manier gebeurt die niet schadelijk is voor de mensen en voor de aarde waarop we leven. Ja. Zien jullie jezelf wel als activistisch binnen de sector of niet? Nee, wij niet. Nee. Ja, sorry. Maar ik vind ook dat wij hebben ook een andere rol. Mm-hmm. We hebben gewoon een enorme berg geld. Met bijna 250 miljard. Wat we beheren voor onze bijna 3 miljoen deelnemers. En wij zijn een pensioenfondsbestuur. Wij moeten zorgen dat we dat op een goede manier beleggen, zodat we een goed rendement maken voor een leefbare wereld. Ja. Dat is precies wat Erik zegt. Want wat heb je aan een goed pensioen als je er niet van kunt genieten in een omgeving die leeft? En ja. Datzelfde geldt voor je kinderen en je kleinkinderen. Maar wij vinden niet dat onze rol is om activisme te bedrijven. Dat is ook niet de reden waarom we dat programma hebben gemaakt. We hebben dat programma gemaakt omdat we
kijken naar de lange termijn. En ja, dan is het heel simpel. Op de lange termijn zijn de fossiele brandstoffen zijn eindig en schadelijk. Dus ja, uiteindelijk is dat niet zo moeilijk. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd, misschien dan tot slot, hè, juist vanwege wat er recent ook in het nieuws is gekomen rondom die motie, hè, pensioenfondsen moeten zich richten op rendement. Ga je wat dat betreft, misschien dat we het niet activistisch noemen, maar wel vol doorzetten op de koers die nu rondom fossielvrije investeringen wordt doorgezet? Of maakt dit een verschil, zo'n soort motie? Nou ja, sterk als misschien die twee dingen. Ik word emotioneel, excuus. Allereerst, en dat is het gewoon denk ik heel erg belangrijk. Ik ben helemaal wat eens met mijn collega wat links en rechts. Inderdaad, ik zeg, onze horizon zit echt gewoon letterlijk decennia vooruit. Dus dat betekent dat ik zeg, de consequenties die we nu maken, die aanpassingen die we doen, dat is een klein tanker. En dat elke keer als je een beetje verschuift, en plotseling gaat dat ding toch een hele andere kant op. Dus dat moeten we echt goed met beleid wat over nadenken. Dus dat betekent dat ik zeg dat het lange termijn rendement, ik zeg voor de pensioendeelnemers en daarbinnen, dat ik wat actieve keuzes, ik wil je niet zozeer over activistisch, maar actieve keuzes maken, dat het een heel belangrijke kapstok is. Hmm. Ik denk als je het uitzoekt en je kijkt wat de afgelopen 5 tot 10 jaar bij pensioenfondsen veranderd is, en ja, dat kan misschien voor heel veel mensen niet snel genoeg zijn, maar voor ons is het echt gewoon hollen en rennen, wij zo spreken. De keuzes die nu worden gemaakt om na te denken over impactbeleggingen, bijvoorbeeld bepaalde accenten zetten in de portefeuille, dat zijn allemaal nieuwe data, nieuwe opzet, nieuwe processen, nieuwe mensen, innovaties. En dat ik zeg, dat vindt allemaal onder die toch enigszins rustige motorkap plaats. En dat is geweldig om op die manier vast te houden. Op de motie wat uit te komen. Tot slot. Duurzaamheid, lange termijn, wat de duurzaamheid vragen, laat ik zeggen, als we vooruit gaan kijken, laat ik zeggen, hoe houdbaar is olie, gas, laat ik zeggen, de stranded assets discussie, is ook gewoon huis, tuin en keuken, gezond risicomanagement. Dus vanuit die optiek is het, ook al zouden we de term duurzaamheid weghalen, dan nog zouden we dit soort keuzes kunnen maken. Ja. Goed. En dan huis, tuin en risicomanagement, zowel voor de portemonnee als voor de planeet. Absoluut, ja. Precies. Goed, ik dank jullie, want we gaan nu naar het moment toe waar we eigenlijk al de hele avond naartoe hebben geleefd. We gaan nu horen waar staan we nu? Hoeveel percentage hebben we al behaald in het de-investeren in fossiel? Dus een veel dank. Hartelijk applaus. En dan geef ik nu het woord namens Groen Pensioen aan Jeroen Wilting, namens de Eerlijke Geldwijzer aan Barbara Oosters en collectief Walde komt terug. Jullie hebben 8 minuten. Yes. Ik heb nog 20 minuten massage over. Oké, en hoe voelt dat? Wel oké. Ik heb 6 rolo's opgegeten. We hebben nog 3 kwartier op de dansvloer. Ik ben een kind op de basisschool en ik heb 4 weken zomervakantie. En ik ga met vervroegd pensioen. Ik zit 13 minuten... in een mindfulness meditatie. De wedstrijd duurt nog 1/2 uur. Kwik en kwek heb ik in de pocket. En ik ben de... De Heilige Geest? Oh, ik ben de Heilige Geest. Ik heb de wetgevende en de uitvoerende macht. Maar daar mist nog iets. Klopt.
We zijn voorbij de bump, maar het is nog niet voorbij. Het is nog niet het einde, maar je kunt het einde wel zien. Dit is de over-the-hill party van de Nederlandse pensioendivesteringsbeweging. Maar misschien wegen de laatste kooltjes het zwaarst. ...67% is gediversifieerd. En jullie hebben daar allemaal iets van een bijdrage aan geleverd. Het maakt niet uit of je aan het begin van een campagne hebt gestaan... ...een petitie hebt ondertekend of aan de bestuurstafel allerlei dingen hebt gedaan. Dit is wel het resultaat wat we met elkaar hebben bereikt. Dit is wel het bedrag... wat alleen maar van de daadwerkelijke producenten is, 67%. Dus er is ook wel iets van een kanttekening, Barbara. Inderdaad, Jeroen. De vraag is, zijn we er nu? Nog niet helemaal. Dus dit is even het zeurmomentje. We hebben jullie laten zien, redelijk... letterlijk, dat er echt al heel veel gedaan is. Structureel zijn pensioenfondsen voor 67% uit fossiele producenten gestapt. Maar de vraag is, een fossiele keten stopt daar niet. Dat betekent dat er zijn nu minder kolen, gas en olie uit de grond gehaald. Er is minder gezocht naar kolen, olie en gas. Maar de volgende stap wat er gebeurt in die fossiele keten is dat het vervoerd wordt en het wordt verbruikt. En daar moet de volgende stap gezet worden. We willen geen lange, grote pijpleidingen door Oeganda en Tanzania. Als we kijken naar die hele fossiele keten, dan zitten we op 44%. Daar zit een daling in, maar die gaat nog niet snel genoeg. Dus dat is de volgende uitdaging. Maar voor nu 67%. En dat dankzij jullie allemaal. Dank jullie wel. Heel veel dank Jeroen en Barbara en collectief Walden. De koeltjes liggen voor het oprapen. Ik neem bij deze afscheid van onze kijkers van AT5. Dank voor het kijken. We gaan hier in de zaal nog door. Dus als je denkt, oh man, ik wil heel graag weten wat er nu nog komt. Zorg ervoor dat je er volgende keer gewoon live bij bent. Maar we hebben gelukkig ook een goedmakertje voor jullie. Want wij gaan hier in de zaal met elkaar nog in gesprek. En nu dan, op welke manier kan ik gaan bijdragen? Als jij als kijker ook denkt, ik wil ook wat, maar ik weet niet waar. Wat ook werd getipt, zoek hulp. Nou, hulp kan je vinden. Ga naar de website van Groen Pensioen. Hou de sociale mediakanalen in de gaten. Daar vind je echt concrete tips en tricks van hoe jij in actie kan komen om aan deze beweging bij te dragen. Dus doe dat vooral. Veel dank en goedenavond. Oké, we zijn weer onder ons, gelukkig. Maar het is natuurlijk wel heel erg fijn dat straks nog meer mensen dit mee kunnen krijgen. Maar het is ook heel fijn dat we nu gewoon weer even met elkaar zijn. Zoals ik net al vertelde,
vrees niet, do not despair, het is tijd voor actie. En gaat precies uitgelegd worden hoe. En dat gaat Stefan Nemchik doen van Groen Pensioen. Dus die neemt jullie nog even mee in een soort pressure cooker, snelkookcursus. Zo word je actief / activist, afhankelijk van welk label je liever opplakt. Dus geef hem een heel erg warm applaus. Stefan. Ik begin toch anders dan ik hier had opgeschreven. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Nee, dat is wel bekend bij iedereen, duidelijk. Super gaaf. Twee derde over de hill. Maar eigenlijk 44%. Ik moest zelfs net even strepen in mijn blaadje, want ik had over de helft geschreven, maar dat klopt niet. Dus er is nog heel veel te doen. We hebben namelijk, wat al duidelijk was, heel veel moeite ingestoken om vele miljarden uit fossiel te halen. Is gelukt. Er zijn nog vele miljarden over om uit fossiel te halen. Er is een onderzoek geweest waar deze cijfers uit voortkomen. Dat is gebaseerd op 7 pensioenfondsen. Heeft iemand enig idee hoeveel pensioenfondsen er in Nederland zijn? Roep maar. 32, 180 hoor ik. Het zijn er 174. De grote, in tegenstelling tot wat wij als Groen Pensioen en Fossielvrij, Eerlijk Geldwijzer, allemaal dachten. Nou, we gaan eerst de kleintjes doen. De kleintjes zorgen ervoor dat de grote over zijn. Dat is dus niet zo. De grote hebben allemaal expertise, weten het allemaal heel goed. En die stappen dus uit fossiel. Wat dus overblijft zijn alle kleintjes. Die toch wel wat huiveriger zijn, maar dat vinden zij dus spannend. Maar ja, ik hoef dit helemaal niet vast te houden. Ik ben al totaal andere tekst aan het houden, maar de essence klopt. Want misschien vinden jullie, ik zag in het begin van de sessie al wat handen omhoog gaan, mensen die nog niet actief zijn. Misschien vinden jullie het spannend om om je pensioenfonds aan te spreken. Er zijn ook heel veel pensioenfondsen die vinden het spannend om bijvoorbeeld uit fossiel te stappen. Vooral dus die kleinere, dat zijn soms part-time bestuurders. Er werd net al gezegd, ja, wij zijn maar het bestuur. Dat klopt daar al helemaal. Dus laten wij hun helpen. Dat is ook de essentie van Groen Pensioen. Wij zouden gewoon natuurlijk een die-in kunnen doen bij het kantoor. Maar wij gaan toch liever met hen in gesprek. Want dat heeft ook zijn nut. Ga ik het toch weer bijhalen. Ja, dus we kunnen het initiatief nemen. Dat hebben Toon, Elke, Rosemarijn en Lisette gedaan. Je kan je dus ook aansluiten bij Groen Pensioen. Wij zijn al meerdere jaren bezig, staan graag pensioenfondsen, maar ook natuurlijk pensioendeelnemers bij, want het komt van beide. Dus zoals al duidelijk was, de pensioenfondsen gaan ook zeker uit van de onderzoeken die zij plegen bij hun deelnemers. Dus als wij ervoor zorgen dat alle deelnemers zeggen, ja, ik wil dat er uit fossiel wordt gestapt, dan gaat het fonds ook uit fossiel stappen. Daar hebben we 2 zeer concrete data voor. Het staat op 2 pagina's zelfs. Dus willen jullie daarbij komen? Wie heeft zin om zijn of elk pensioenfonds van Nederland te verduurzamen? Wie wil het? Kom op. Handen. Ja. Oké, super. Dat kan op donderdag 4 juli. Dan zijn we fysiek, dat is toch iets dat we na COVID gebruiken natuurlijk, bijeen in Amsterdam. In de avond, na je werk, kan je gewoon langskomen om 7:30. En dan hebben we een week later een webinar. Dat wordt verzorgd ook door ons. Dat is zeggenschap bij jouw pensioenfonds. Daarin leggen we uit hoe een pensioenfonds werkt en hoe je als deelnemer zeggenschap kan uitoefenen. Dat is online. Dus als je in Lutjebroek woont, dan kan dat ook. Of in Maastricht, of waar dan ook. Online, woensdag, 10:00, 8:00 s'avonds. Duurt een uurtje. Aanmelden kan. Mail naar hallo@groenpensioen.nl of spreek straks mij of
Laudy staat daar. Laudy, zwaai even. Dag, dat is Laudy. Ook Groen Pensioen. Spreek ons aan. Wij staan beneden. Marjolein verzorgt de webinar. Dag Marjolein, fijn dat je er bent. Zoals wat later. Spreek ons aan. Heb je er zin in? Weet je, het kan heel laagdrempelijk gewoon beginnen met een gesprek. Dan zien we wel wat eruit voortkomt. Wat ook al eerder hier werd gezegd door volgens mij door Toon. Dus laten we het lekker langzaam snel opbouwen. Nog een fijne avond. Met de speeches van Patience en van Vatan, de twee panels, Stefan op het eind en natuurlijk steeds tussendoor collectief Walden. Er komt nog een laatste toegift vanuit hun, dus daar sluiten we het echt mee af. Ook heel erg veel dank aan jullie allemaal dat jullie hier zijn, dat jullie betrokken voelen bij deze cause. Dat jullie de stappen zetten, dan wel vanaf de ene kant van de bestuurstafel, dan wel vanaf de andere kant van de deur van de pensioenfondsen. Allemaal zijn we op die manier door aan het strijden naar, naar die stip op de horizon dat we van die 6700 gaan maken. Zoals ik al zei, jullie krijgen straks bij de deur allemaal een bonnetje waar jullie nog een drankje mee kunnen halen beneden in de bar. Dus wees heel erg welkom. En dat kan naast de wijn, fris, bier, ook dus voor Prosecco, voor wie het echt feestelijke tintje wil geven. Groen Pensioen heeft ook bij de uitgang een tafeltje. Kijk even of dat echt zo is, ja? Dus straks achter de deur is ook een tafeltje als je meer informatie wil. Beneden bij de balie. Ja, dus bij de bar eigenlijk. Daar willen we duidelijk dat je naartoe gaat. Ik hoop heel erg dat we allemaal dat vonkje hebben ontstoken in onszelf. Om weer een volgende stap in actie te gaan maken met elkaar. Zodat we met elkaar kunnen geloven in de verandering. Hulp zoeken wanneer nodig, maar vooral gaan doen. Dus verdiep je, maak je handen vuil. Spreek je uit. Hè? Als pensioendeelnemer hebben ook dus de besturen van pensioenfondsen daar heel veel aan om te horen hoe de wind moet waaien. Ik hoop heel erg dat jullie dat allen ter harte nemen en verspreiden als jullie dit pand verlaten. Heel erg veel dank en we eindigen met ons creatief geweten van de avond. Collectief Walden. Hey, ya-din-day-ya-din-do. Hey, ya-din-day-ya-din-do. Hey, ya-din-day-ya-din-do. Hey, ya-din-day-ya-din-do. Hey, ya-din-day-ya-din-do. Hey, ya-din-day-ya-din-do. Hey, ya-din-do. Wat Thomas en ik net deden, heet een call and response. Ik riep hem en hij antwoordde mij. Het lied wat ik ga zingen heet een shanti. Dit is geïnspireerd op zeemansliederen. Zij hezen samen de zeilen terwijl ze zongen. Vanaf hier zien we alles. Hey, adem, de, adem, do. Vanaf de top van de hoogste berg. Terug naar de zee. Naar de kieuwen van het leven. Hey, ja, dit en do. Hey, ja, dit en hey, ja. Hey, ja, dit en de, ja, dit en do. Hey, ja, dit en hey, ja. Hey, ja, dit en do. Laat alles wat er is naar binnen. Hey, ja, dit en de, ja, dit en do. Schurend zand en vreemde stemmen. Kijk omhoog en zie de verte.
Laten we met alles dansen. Hey ja, dit en do. Hey ja, dit en hey ja. Hey ja, dit en de ja, dit en do. Hey ja, dit en hey ja. Hey ja, dit en do. De tijd die kwam en de tijd die ging. Hey ja, we komen altijd terug naar nu. Nu zijn we hier, nu zijn we samen. Wat niet kan wachten, dat doen we nu. Hey ja, dit en do. Hey ja, dit en hey ja. Hey ja, dit en hey ja, dit en do. Hey ja, dit en hey ja. Hey ja, dit en do. Hey ja, dit en hey ja. Hey ja, dit en hey ja, dit en do. Hey ja, dit en hey ja. Hey ja, dit en do. Dank jullie wel.